iedere speler die droomt ervan om te scoren. En als je dat dan tegen Ajax mag doen, dan is dat toch wel een van de hoogtepunten uit je tot nu toe korte carrière van mij dan. Dus het is prachtig. Ja, het is allemaal heel snel gegaan. Ik speelde vorig jaar nog mijn wedstrijden voor de A1. En op zondag voor het eerste amateur, vierde klasse. Ja, dan speel je wedstrijden tegen NOC Kralingen, Aiolis. En als je dit jaar dan je minuten mag maken tegen Ajax en tegen andere grote clubs. Ja, dan is het allemaal heel snel gegaan. Train. Hallo jongen. Hoe is het? Ja, goed met je. Leuk je te zien weer. Ja? Ja, dat is lang geleden. Heel lang geleden. Ja, wel dat ik hier ben. Dat ik hier dat je op achter geweest. Ja. De laatste keer zaterdag een wedstrijd? Ja, zoiets. Ik denk het wel. Nu lekker training kijken. Eigenlijk zou dit jaar gewoon een leerproces moeten zijn. En elk minuutje wat ik mee kon nemen, dat zou mooi zijn. Maar dat ik nu al basisplaatsen kreeg tegen Roda, Ajax en dan RKC, dat is toch wel eens mooi om te zien. En hoe snel het gaat, is natuurlijk beter voor mezelf. Vrij lang in de jeugd van Sparta gespeeld. Een aantal dingen zijn er gebeurd. En toen heb ik besloten om toch weg te gaan. Ondanks dat ik bij Sparta kon blijven. En een gesprek met Marco van Lochem gehad. En gelijk hierin gekomen. Nou, ik heb absoluut geen spijt gehad van die keuze. Want wie weet zou ik daar nu nog in de A1 spelen. En dan speel ik nu in het eerste, dan ben ik wel blij met de overstap. Nou, zoals je ziet, hier hangen dan alle shirtjes van spelers die hier hebben gespeeld. Van Persie, Bruins, Alain Louis, Drenthe. Het zijn allemaal grote namen, vooral van Persie op dit moment. En ik hoop hier toch uiteindelijk zelf een keer bij te hangen. Dat betekent toch dat je de top hebt bereikt. In het begin moest ik erom lachen en had ik echt zoiets van kind van de club. Ik speel hier pas één jaar, maar ik heb hier toch in de jeugd gespeeld. En, ik vind het nu wel leuk dat ze het zeggen. Hé, goed zit, hè? Ja. Move me. Ja, man. Ik schiet die bal weg, hè. Ik schoot zo erg mee. Toen je basis was, hè? Ja. Zo rechtsback, hè? Beter, hè. Dit zijn mijn teamgenoten van vorig jaar. En ik zou nog met hen kunnen spelen, alleen ik heb het geluk gehad dat ik de stap mocht maken naar het eerste. Voor mij is Excelsior echt een perfecte club op dit moment. Zeker voor mij als jonge speler kan ik hier veel leren.